Jokke Brokkerij van onze vriend Musk is 3,22 beloven. Dan een beetje afzakken naar 2,82, want een hardware update. Oké, acceptabel. Had hij ermee op bij 2,67. Cameraman Rob heeft net op drie plekken camera's opgehangen. Hierheen, waar ik nu naartoe wijs, daar eentje en hier een heel kleintje. Deze doet het nu nog even niet. Dat gaan we straks doen. Zit namelijk in de Tesla Model S Plaid. 1020 pk sterk. Hobbeltje afwachten. Eén keer op het pedaal. En een uur lang misselijk. Dacht even kijken of die camera's een beetje vastzitten. Zitten vast, hè? Mooi, super. Deze gaan we straks gebruiken. Ik ga straks nou ook eventjes naar Duitsland, want ze beloven bij Tesla 322 km per uur voor de Plaid. Dat is hard, 322 km per uur. Nou, net niet, want deze loopt 282. De versie, die 322, die komt nog. Die heeft namelijk een andere hardware pakket nodig. Andere banden, een klein beetje meer neerwaartse druk. Verbeterde remmen, dus dat zijn... Eigenlijk zaken die niet over die air kunnen, dat gaat niet. Voorlopig nog niet, misschien over een paar jaar wel hoor. Betere banden, over die air updates, ik weet het niet. Nu nog niet, kan alleen maar met software. Dus op termijn komt die versie die 322 gaat. Deze gaat 282, ik geloof niet dat ik eerder 282 km per uur heb gereden in een elektrische auto. Dus dat gaan we even proberen, daarom zit deze camera hier. Eerst is het heel anders. Drie motoren, eentje voor, twee achter. Er zit van alles aan carbon in die motoren, waardoor ze dus langer dat hoge vermogen kunnen vasthouden. Je kunt dus ook langer op topsnelheid rijden met een Plaid. Dan heeft hij het jookstuur. Leuk, zeker. Absolute gimmick, gaaf, iedereen lult erover. Het is even wennen, zeker. Je hebt goed zicht op het dashboard. Zei ik ook al toen ik de test deed met de Tesla Model X Plaid, die overigens ook serieus snel is. Maar dat stuur, het zou natuurlijk kunnen dat je zegt, dat is maar even, net even te jeugdig, dat trek ik niet. Nou, dat kan, dan kun je namelijk optioneel aanvinken naar normaal stuurwiel. Rond, inderdaad, rond. Zeker voor de oude, blanke 60-plussen, die dat allemaal maar heel eng vindt, hè? Zo Tesla en elektrisch. En nee hoor, ik Audi, BMW of Mercedes en al dat nieuwe, laat dat maar aan mij voorbij gaan. Nou, daar is zo'n stuur natuurlijk veel te gek voor. Voor die oudere, dikke 60-plusser... Blank, precies. Die kan best overstappen in zo'n Tesla Model S. En zeker in die Plaid, als hij althans een beetje rek in de knip heeft. Is echt een gave car. Ding is snel, is inmiddels, ten opzichte van 10 jaar geleden, ook echt goed gebouwd. En als je dan dat stuur toch een beetje eng vindt, vink je gewoon het ronde stuur aan. Of, als je nou een beetje ballen hebt, dan bestel je hem wel met dit stuur. Kijk, ik moet even zoeken naar de richtingwijze. Dat is dan wel een puntje hoor. En als je dan naar een maandje of wat... Denk van, nou, ik kan er niet aan wennen. Dan bestel je hem alsnog. Kost 900 euro. Halen ze dit stuur eruit en dan zetten ze het ronde stuur erin. Dan kost je 900 euro. Blijft wel knap, hè? Hoe ze dit model zo hebben gemaakt dat het inmiddels 11, 12 jaar nadat we het voor het eerst zagen, nog steeds... Modern is. Echt sterker, dat ziet er gewoon dik uit. Helemaal in deze kleur. Met die knoepers van 21 inch wielen. Eén dingetje. Niet naar McDonald's met deze auto. Althans niet naar de drive. En eigenlijk moet je ook gewoon wegblijven uit de Phoenix locaties, woonwijken, allemaal. Want het is stoepranden en deze wielen, dat gaat niet echt samen. Maar er is ook nog wel een andere oplossing om... velgschade te voorkomen. Kijk. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje de oude wijven parkeermodus, hè?
Geen risico. Het ziet er ook niet uit. En staat aan de andere kant op de straat. Kijk, het probleem zit hem dus dat die velgrand en de band precies op gelijke hoogte zitten. Vroeger was een velg kleiner, waren vaak ook niet zwart. Die band stak er een beetje uit. Dus als je dan een stoeprand raakt, had je geen schade. Hier zie je het gebeuren. Kijk, dit is de aanslag van zojuist. Dus ook een zwart wiel van Tesla. Maar dit hier, van kunststof, nylon is het. Dat is de alloy gator. En dat is eigenlijk gewoon een strip die wordt aangebracht in de velgrand. De band laat men leeglopen. Deze strip die wordt er tussen bevestigd, gemonteerd met kracht. Hè. Vervolgens komt de band die komt er weer eigenlijk overheen als er lucht in gaat. En dan zit hij helemaal vast. Het systeem kost €200. Gemonteerd dan wel voor vier wielen. En dan voorkom je dus die schade. Ja, je haalt die schade wel, je bereikt er wel, je scoort er wel. Zeker, allemaal een keer. Maar uiteindelijk als je de auto verkoopt, laat je die rand eruit halen. En dan heb je vier mooie wielen. Het is leverbaar. Voor elk soort wiel. Volgens mij van 12 tot 24 inch. Maakt niet uit, Mercedes, BMW, Audi of Tesla. En denk niet, het overkomt je niet. Ja, of jullie rijden allemaal beter dan ik. Hè? Dat kan natuurlijk best. Hè? Maar ik heb het heel af en toe ook. En ik baal daar enorm van. Schade aan je wiel. Dat is echt frustrerend. Goed, dat dus. Gaan we eens eventjes kijken of we die 282 kunnen aantikken. Ja, leuk. Het is natuurlijk kinderachtig, hè? Zo hard als het kan. Het is echt heel flauw. Hè? Maar goed, ik ben helemaal een klein beetje kinderachtig. Dat doen we overigens in Duitsland, hè? Uiteraard in Duitsland. Daar waar het mag. En op termijn mag het misschien een keertje niet meer. Als die groene helemaal aan de macht komen. En niet meer die vrije snelheid. Tenzij ze een uitzondering maken voor elektrische auto's. Waarom niet? Groen. Hè? Al die 8 cilinders gewoon lekker naar de rechterbaan. En dan nou, krijg je gezeik natuurlijk, hè? Jokkenbrokkerij van onze vriend Musk. Eerst 3,22 beloven. Dan een beetje afzakken naar 2,82. Want een hardware update. Oké, acceptabel. Gaat hij ermee op bij 2,67. Dat is wel snel voor een elektrische auto. Laten we dat eventjes vooropstellen. Dat is heel snel. Ik geloof niet dat ik eerder dat die snelheid reed met een EV. 2,67. Je voelt dat er veel meer in zit. Er zit veel meer in. Maar houdt gewoon op. Je voelt hem echt, zie je misschien niet, maar ook weer wel. Want hij gaat echt naar die 2,67 met een flinke gang zo. En dan bij die snelheid is het klaar, gaat hij niet verder. Hij muilkorft hem, de elektronica houdt hem tegen. Er zit er heel veel meer in. Dus dat vraagt om een herkansing binnenkort. Voor jullie, hè? Allemaal voor jullie natuurlijk. Hij is mooi, snel, leuk, niet gek veel beleving. Het gaat gewoon heel hard. Naar die gang toe en ja, de remmen, er komt een hardware update, dus dat is mooi. Die remmen, die voelen oké, keer of wat, ik heb het een paar keer geprobeerd, wordt het al snel wat minder. Als je dit vergelijkt, en ik denk dat je het ermee mag en kunt vergelijken, met bijvoorbeeld een Audi R6, een BMW M5, een Audi, een Mercedes E-AMG, dat zijn de auto's waarmee je op de linkerbaan rijdt, op de Duitse autobaan. Dan geef je gas mee. Dat kan met deze ook. Zeker. Je blijft ze voor. Tot 267. Die anderen gaan doorgaan een stukje harder nog. Maar hij schenkt net niet dat vertrouwen dat die drie Duitse auto's jou wel geven. Het maakt eigenlijk niet uit op welke snelheid je rijdt. Het klopt. Het klopt gewoon helemaal. Hey, je bent één met die machine. En hier ben je boven de 200 km per uur ietsje meer passagier dan bestuurder. Voelt niet onprettig aan, hè? Dat niet. Maar dat laatste grijntje vertrouwen, dat, nou ja, dat komt nog. Hè? Ze zijn pas een jaar of 12 bezig daar in Amerika. Dit is echt zo smerig snel. En nou weet ik wel dat het eigenlijk helemaal niet de gedachte is die achter elektrische auto's zitten. Want nee, het moet duurzaam en efficiënt worden. En zo. Maar hoe zorg je er nou voor dat iedereen dat leuk gaat vinden? Uiteindelijk, hè? Dat soort auto's een soort van ambitieniveau worden. Dat je ze gewoon echt heel graag wil hebben.
Of niet? Ik wel. Nou, dat doe je door ze iets te laten kunnen wat gewoon heel ver weg ligt. Meer dan 1000 pk voor 140.000 euro. Dan schep je geld. Maar ik geloof niet dat je meer dan 1000 pk voor dat bedrag kunt aanschaffen. Een auto die belachelijk snel is. Van 0 naar 100 in een seconde of twee. En dan die topsnelheid. En weet je, als jij in je sociale omgeving een groepje gasten hebt zitten met dikke auto's, ga geen sprintjes met ze doen, want de vriendschap is ten einde. Ze vinden je echt een absolute eikel. Jij daar met die elektrische raket die gasten allemaal declasseert. Deze auto, de Tesla Model S Plaid, geldt ook voor de X. Ik vind deze iets leuker, omdat die een fractietje minder zwaar is, wat lager ligt. Net even een beter rijkarakter heeft. Maar deze auto die is zo compleet in zijn talent. Hij kan zoveel. Ja. Ik wil echt een ontzettend hekel aan elektrische auto's hebben als je dit niet leuk vindt.